stemmig nieuws. Tegelijkertijd een respectabele leeftijd natuurlijk. We hadden nog even contact dit weekend. Ome Cor, hoe waren de laatste jaren van Cor van der Gijp? De laatste 6 jaren waren echt slecht. Waren echt matig. Hij had eerst wedzijn fraudement. Die zat in een gesloten inrichting. En daar ging Cor wel iedere dag naartoe. Maar dan kwam die vrouw opeens met een andere man hand in hand binnenlopen. Ja. Ja, en Cor werd er nogal agressief van. Dus regelmatig was het vechten daar in dat bejaardenhuis. Ja. En dan lag Cor weer met iemand over de grond te rollen daar. Maar die man kon er ook niks aan doen. En die vrouw kon er ook niks aan doen. Die wist niet beter. Nee. En daarna, toen zij overleden is, werd hij zelf dement. Mm. En die agressiviteit, die bleef. En die Dennis, we zaten gisteren ook al een paar keer verschrikkelijk te lachen. Die heeft eigenlijk de laatste maanden dat hij in dat huis zat, is hij er eigenlijk altijd bij geweest. Want hij wilde, niemand mocht aan hem zitten. Niemand mocht hem eten geven. Niemand mocht hem drinken geven. Niemand mocht hem inspuiten voor zijn suiker. Dus dat moest Dennis dan iedere dag doen. Maar het hebben we ook wel heel erg zitten lachen. Dat die Dennis zat er gewoon de hele dag, ook s'avonds. Hmm. Hij zegt dan meestal, s'avonds zaten we met een man of 6. Hij zegt en dan ging die begeleider ging weg. Want die moest nog meer doen. Zoveel begeleiders heb je natuurlijk niet. Dus die moest daar kijken, die schoonmaken, die wassen. Hij zegt, dan pakte ik alle flessen wijn uit de koelkast. En advocaatjes. En dan zei ik, nou jongens, we gaan in een rondje zitten. Hij zegt, allemaal wijntje en advocaatje met slagroom. Maar want er was er één bij, die had één been. En die kon ook niet meer zo goed dat advocaatje met slagroom naar binnen werken. Dus die zat helemaal onder. Zeg maar, zijn hele gezicht zat onder de advocaat met slagroom. En Dennis zei dan, jongens, even één ding. Als dadelijk die leider terugkomt, zeg ik, jongens, is er nog iets gedronken? Dan zeggen jullie allemaal, nee. Hij zegt, dan kwam die leider binnen. Dus zat hij met het ene been helemaal onder het gele spul. Dan zei hij, jongens, is er nog wat gedronken vanavond? Hij zegt, dat zat hij nee te schudden. Hij zegt, en die ene been had eigenlijk toen Cor overleden was. Die man had zo zitten huilen, zei Dennis. Maar ze gaan Dennis natuurlijk ook missen. Want die maakt ook nog wel een feestje van voor die mensen. Maar nee, het was niet... En hij liep altijd de hele dag daar in het huis. De hele dag met dat grote boek van Koemelijn onder zijn arm. Echt waar? Ja, altijd. Grote boek van Koemelijn, ging hij zitten, ging hij bladeren. En de ene keer zei Dennis, wie is dat? Zei hij, geen idee. Volgende dag zei hij, wie? Zei hij, ben ik. En de volgende dag zei hij weer, ja, Cor van der Gijp. Dan dacht hij dat het een ander was. Ja. Maar ik moet één ding zeggen, dat hebben we het net met Johan over gehad. Dat al die 25 of 20 jaar dat ik bij hun op de verjaardag geweest ben van Cor, waren altijd al die spelers er. Koemelijn, Henk Schouten, Schaveland, Kerkum, Kraai Veldhoen. Bouwmeester. Voor de duidelijkheid, het was een groot voetballer. Nog steeds topscorer alle tijden bij Feyenoord, 177 doelpunten. Hoe zou je hem willen omschrijven als voetballer? Ja, dat kan Johan beter doen, want die heeft hem zien spelen. Nou, het was eigenlijk de laatste ouderwetse midvoor van Nederland. Hij was waanzinnig goed voor het doel. En dan zei hij altijd, dat het was een wonder met die 2 slechte buitenspelers die ik had. Ja. Hij had aan de ene kant Schouten, dat was zijn vriend, en aan de andere kant Molijn. Ja. En ik heb hem daarna als trainer gekregen, want ik werd verkocht naar Veendam. En heb je veel geleerd, neem ik aan, toch, toen? En hij werd daar trainer, dus wij ontmoeten elkaar daar voor het eerst. Maar ik vond het wel fijn, een ex-voetballer. Hè. Ik hield van trainers die voetballer geweest waren. En ik weet nog wel, na een half jaar riep hij me bij me in dat trainershok. Hij zegt, wij moeten hier weg, hoor. Ik zeg, hoezo dan? Hij zegt, het zijn hele lieve mensen, het zijn dubbeltjes. En het zijn dubbeltjes die geen kwartje willen worden. Ik proef geen ambitie. Hij zegt, en jij speelt hier bij een club zonder toekomst. Hij zegt, en je moet ook niet bij dat suffertje blijven hangen waar je werkt. Want ik werkte bij regionale kranten. Hè. Ja. Hij zegt, we moeten hier weg, joh. Zonder rellen, wegwezen, want hier is helemaal geen eer te behalen. En dat had hij heel goed gezien. En die man die inspireerde heel erg. En ik heb het wel eens verteld, maar zijn opkomst was spectaculair in Veendam. En meteen, heel Veendam had meteen een hekel aan hem. Ja. Want ik kom binnen daar als enige nieuwe speler dat jaar. En hij staat op zo'n platformpje in zo'n spelershome. En dan zegt, ja, Johan, jongens, die komt van Cambuur. Welkom, Johan. Ja, Johan, ze zijn blank, maar je verstaat ze niet, hoor. Ga zitten. Helemaal mis daar, hè. Vonden ze niet leuk. Nee, vonden ze niet leuk. En toen had hij een bespreking. En toen zei hij dus, met broer Wim, zei hij altijd, mijn broer Wim, zijn we wezen kijken toen jullie in Dordt speelden. Hij zegt,
Er zijn dingen die jullie heel goed beheersen. En die gast, wat dan? Hij zegt, slecht voetballen. Dat kunnen jullie goed. Ja. Ja, dan was je klaar. Dan ben je klaar in de provincie, ja, hè? Ja, ja. Maar ik denk met veel plezier aan hem terug. Laat heb ik het nog meegemaakt, was hij directeur van Eindhoven. Hij is nog directeur van Feyenoord geweest. Maar het was altijd dezelfde Cor van de Gijp. Zelfverzekerd, waanzinnige humor. En één keer ben ik pas verbaasd geweest. Toen zegt hij, je moet vanavond daar en daar in die voetbalkantine komen. Dan maak je wat mee. Dus ik denk, nou, gaan we even kijken. En toen stormde er een orkest binnen. Zo'n dweilorkest met Cor van de Gijp op de tuba. Carnavalsorkest. Ja. Ja, had hij ook weer... Maar als hij er niet was geweest, had jij niet gezeten, zei je? Nee, hij heeft... Kijk, ik had met Cambuur 4 jaar gespeeld bij Veendam. Ik had in het noorden mijn sociale leven. En ach, voor mij gingen er 13 in een dozijn. Dus ik vond het eigenlijk prima. Mm. En hij zegt, joh, je moet hier weg. Dat zou nooit vergeten. Die zei, het zijn dubbeltjes. Ze willen niet eens een kwartje worden. Nee. En nu zit je voor veel meer kwartjes aan deze tafel. Ja, dan ben ik een gulden hier. Ja, John de Mol zei dat ik een gulden waard was. Ja, zo is het.